lamshaas heb ik. Prachtig vlees, heel mooi zacht. Het haasje van het lam. Heel belangrijk om te weten is dat je hem goed schoonmaakt. Want er zitten wat harde zenen op en die moeten er even van afgesneden worden. En als je dat doet, dan heb je altijd prachtig mals vlees. Dat ga ik laten zien. En volgens een bereiding erop loslaten die iedereen kan, namelijk aanbraden en rustig garen in de oven. Dat die heel mooi rosé wordt. Nou, de lamshaasjes die hebben dan zo'n vliesje eroverheen. En dat vliesje, dat is een beetje taai en dat moet je wegsnijden. En alle stukken vet snijden we ervan af. En dan hebben we vlees wat we prachtig kunnen serveren. Kijk, even met een scherp mes. Ik heb hier een fileermesje. Als je een heel scherp, dun keukenmesje hebt, dan zou het ook nog kunnen. En snij je zo de vliesen ervan af. Het vet aan deze kant snijden we ook weg. Zo. Dan ook vooral waar je dan draadjes ziet, even met je mes eroverheen en wegsnijden. Dus even een werkje, maar als je dat gedaan hebt, dan heb je gewoon garantie op mooi vlees, lekker mals. En dan is het belangrijk om te weten dat het vlees heel snel gaar is. Dus hij heeft eigenlijk maar heel even in de pan nodig en dan laten staan en dan krijg je al een prachtig resultaat. Om te voorkomen dat het vlees nou heel snel doorbakt, ga ik het oprollen en daarmee krijg ik behalve een mooi resultaat, altijd garantie op heel mooi rosé vlees. Kijk, ik rol het op, ik begin bij de dikke kant en eindig bij het dunne gedeelte. Zo. Want dan blijft hij ook mooi strak in zijn vorm. Zo. En als ik dit nou ga bakken, dan krijg je dat het los gaat laten. En om dat te voorkomen, pak ik gewoon een stukje slagerstouw. En dan doe ik er gewoon een touwtje omheen. Heel simpel. Eén touwtje eromheen. Vastbinden en klaar. Nou, na de bereiding knippen we het touwtje er gewoon af. En dan hebben we vlees wat mooi in zijn vorm blijft. Nou, dit vlees gaan we kort aanbakken in de pan. Maar natuurlijk eerst een beetje peper en zout eroverheen. En dan gaan we aanbakken. Een beetje olie in de pan. En een klontje boter. Olie wordt lekker heet. Boter zorgt voor een hele mooie bruinkleuring. Vlees in de pan. Aan alle kanten mooi bruin gebakken. Uit de pan, op een plaatje, in de oven, op 70 graden. Nou, dit heeft ongeveer zo'n 3 kwartier nodig en dan is hij hartstikke goed. Wat nou echt lekker is bij mijn lamsfiletrolletje, is bijvoorbeeld een hele snelle groentebereiding daarbij serveren. Ik heb hier bijvoorbeeld champignonnetjes. Je zou ook kunnen zeggen van nou, ik gebruik groentesoorten als broccoli of courgette die heel snel klaar zijn. Die nemen we dan en dan gaan we een hele korte bereiding op loslaten. Ik heb hier rode uien. Ik doe een beetje olie in de pan. Uitjes erbij. Deze even aanbakken. Niet echt bruin maken, maar gewoon even in de pan een beetje aanzweten. En dan mijn champignons apart te snijden. En die mogen erbij. Beetje lekker maken. Klein beetje peper en zout erbij. En een beetje knoflook. Afblussen met rode wijn. En dan lekker wat aalbessen rode wijnsaus eroverheen. De Grand Veneur saus kun je kant-en-klaar kopen. Is zo lekker in deze combinatie. Een heel klein beetje citroenschil. Heel fijn eroverheen raspen. En klaar. Super lekker. Deze is klaar. Mijn hazenroulot is ook klaar. Die ga ik pakken. Het touwtje snijden we er vanaf. Kijk eens, dit ga ik snijden. Prachtig mooi roze bereid stukje lamsfilet. Kijk eens, zo willen we hem toch gewoon hebben. En dit leggen we dan op bord.
zomaar stukjes vlees erbij. Een paar mooie blaadjes spinazie. Afmaken met wat vijgenkompot. Nou, dat is super lekker natuurlijk zo over het vlees heen. Rouleau van lamshaas. Heel belangrijk voor de lamshaas. Even het vliesje er vanaf en dan inrollen en vervolgens opbinden met een touwtje. Aanbraden, heel kort. En dan in de oven op 70 graden, 45 minuten. En dan krijg je dit resultaat. Heerlijk groentes erbij die je lekker vindt. Nou, is toch fantastisch eten zo. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En als je er echt een heel goed glas wijn bij wilt drinken, kijk dan vooral naar de wijnvideo's van Jan Willem. Proost.